De eerste 24 uur van Max en Cynthia heeft nog niet de passie van een Argentijnse tango. Het is meer een ongemakkelijke vogeltjesdans. Oké, dit stelt Mets misschien niet op de dansvloer, maar ze houden allebei wel van zingen. En met het juiste liedje kun je ook heel subtiel je gevoel overbrengen. You're beautiful, you're beautiful, you're beautiful, it's true. But it's time to face the truth. I will never be with you. Wat vind je het fijnste plekje op je lichaam om gezoend te worden? Om gezoend te worden? Ja. Je weet wat een gevoelig ding is bij een man natuurlijk. Serieus, ja. Oh, wat erg. Ja, serieus. Ja. Ja, daar hebben we genoeg ervaring voor, toch? Ja. Ik vind het ook wel lekker om op de orale manier... Gezoend te worden. Dat vind ik, als dat echt met liefde gebeurt, zeg maar. Ja, dan kan het zo gebeurd zijn. Ja. Wat is romantiek voor jou? Romantiek is voor mij... lekker samen zitten met een goed boek onder een sterrenhemel. In de Provence. Sorry? In de Provence. Nou, weet je, je haalt me mee. Je vult het maar in. Wat is romantiek voor jou? En toen begon jij denken. Daarna dacht ik, nou, jij wil die vraag niet meer beantwoorden. Dat had ik het gevoel. Ja, dan vul je het toch weer in? Oké, ik begrijp dat je daar moeite mee hebt of dat het voor jou lastig is. Ik heb er geen moeite mee. Hoe kom je erbij dat ik er moeite mee heb? Ik wil er even over nadenken. En nu ben je weer aan het invullen. Want nu ga je zeggen okay. Ja, nee, maar dan ga ik maar zeggen wat mijn gevoel is. Want ja, dat duurt bij jou zo lang. En dan denk ik van, nou, misschien weet ze het niet. Ik weet het wel. Ja, maar ik weet het donders goed. Nou, de kop is er wel af, toch? Maar jij zit ook vuil op je telefoon. We gaan een kaartje trekken, wacht even. Heb je nog een hand erin douwen? Nou trek ik een voor jou. Hup. Zo, daar komt hij hoor. Omschrijf wat je mooi vindt aan mij. Je stem. Nou, stoer hoor. Zelf kunt. We willen even kijken. Hè? Dan doe je dat vaker dan? Ik heb pakken dan. Oeps. Dat is niet koud genoeg eigenlijk. En hij is te lang gewacht eigenlijk. Mensen, kind, ik schrik me lam. Hij doet. Hij heeft het gedaan. En dan kun je nu zo zonder glas drinken? Ja, dan komt dat er druk op staat. Oké. Okay. Dus, En hoe weet je dat? Is dat je werk, horeca of zo? Nou, nee hoor. Je hobby. Hobby? Oké. Okay. Ja, dat is mijn hobby. Over een bende van. Ik maak overal een bende van. De meeste mannen zijn toch wel een beetje zo? Ik zeg niet allemaal. Nee, als ik bijvoorbeeld ook het toilet. Ja, mannen spetteren. Ja, sorry, ik kan er niks in doen. En ik heb een hekel om zitten te gaan plassen. Waar je staat? Ik ga het, tegenwoordig ga ik nog wel eens op de knietjes zitten. Op je knieën? Ja. Hè? Ja. Is dat iets raars of zo, wat je nou zegt? Hoe dan? Ja, dan ga je gewoon op je knieën zitten voor de wc en dan ga je plassen. Ik heb echt nog nooit gehoord dat iemand dat doet, hoor. Nee, echt niet. Ja, nee. Op je knieën? Ja. Heb je zulke lange benen dan? Ja. Nou, ben je er klaar voor? Ja, zeker. Ik heb honger. Tja, Esmee. Je hebt zelf op je aanmeldformulier gezet dat je een man zoekt die ooit voor je op zijn knieën gaat. Nou, dit is hem hoor. Kijk. Tadaa. Als u.
Nou, lekker. Nou, mooi. Ik durf niet open te tikken eigenlijk, of die wel hard genoeg is. En ik kom niet meteen wat uit, het zal wel meevallen. Nou, ja, hij is toch nog best wel zacht. Is die wel goed? Er zitten pikjes in. Was ik al bang voor. Stel, hè, ik zou voor jou een lingeriepakje kopen. Zou jij dat aantrekken dan? Ligt eraan of ik het mooi vind of niet. En of het lekker zit. Zwart of rood? Oei. Zijn precies mijn lievelingskleuren. Ik denk als jij een rode of een zwart aantrekt dat ik helemaal wegkwel. Kan je me oprapen, eerlijk waar. Dan zou ik je zo beetpakken en had ik idee, hup, in de sauna of in de hot tub. Maakt me helemaal niet uit, ik spring er zo bij in. Oh, jee. Dat zou ik overigens helemaal niet erg vinden. Nou, ik denk dat de rustoverkleding heel goed gaat staan. Je hebt daar een ideale lijf voor. Nou ja, je weet het niet. Kan het wel invullen, denk ik. Oh.